van de hele ijsbaan. Elke vereniging heeft wel een eigen clubblad. Maar dit is een clubblad voor de hele baan. Voor iedereen die hier komt. Niet alleen op de buitenbaan. Zo filmen. Ook voor mensen van de binnenbaan. Deze krant is mogelijk gemaakt, jullie raden het misschien al, door drie bedrijven op deze ijsbaan. Watermansport, de Skeviskaas en Duosport. Maar tot mijn eigen verbazing was er nog een adverteerder, namelijk Contant voor Goud uit Bussum. Een winkel waar je eventueel je oude gouden en zilveren medailles kan inleveren tegen betaling. Er zijn heel veel mensen die hebben spontaan en belangeloos meegewerkt aan deze krant. En het is een hele lange lijst, maar ik ga ze toch even opnoemen. Jos Pronk. Ook schrijver van het beroemde boek 8 eeuwen schaatsen in en rond Amsterdam. Marnix Koolhaas, sporthistoricus. Robert van Herk, directeur van Duofit. Jeroen Verlaan, instructeur van Duosport. Nico den Dulk, maker van de enige echte schaatsrebus in Nederland. Ad van Helmond, adviseur van de vormgeving. Harm Kuiper, fotograaf te Ilpendam. Applaus. Sonja, de kokkin van de Skeviskaas. Jip Binsbergen, een willekeurige schaatser uit Amsterdam. En Henk Veen. Henk Veen van de marathon, van de marathonschaatser. Eerste schrijver van de wereldberoemde wisselkolom. Dat is hem. Verder zijn er nog mensen die professioneel hebben meegewerkt aan deze ijsbaankrant. Tekenaar Jof Neuhaus. Die heeft een cartoon gemaakt, hele leuke cartoon. Fotograaf Hein van de Heuvel, waar is die? En Astrid van Pelt, freelance journalist. En dan hebben we natuurlijk nog een redactie gehad. Mensen die echt meegewerkt hebben op een liefdewerk uit papier. Annette Adenburg, waar is ze? Annette, ben je er? Nee, Annette is er nog niet, die komt zo. Lisa van der Veen. Daar is Lisa. Je mag best wel even staan, hoor. Ze heeft hele mooie stukjes geschreven. Daar is Lisa. Lisa schaats bij de skivereniging. Stefan Konings, is hij aanwezig? Stefan? Nou, die komt er misschien aan. Ook leuke stukjes. En Marietta Goossens, die zit daar. Marietta, wil je even gaan staan? Grafische ontwerpster en vormgever van deze krant. Deze krant is dus financieel mogelijk gemaakt door adverteerders. Mag ik even aandacht? Heel kort nog. Hè? Het is nog bijna afgelopen. Hallo. Nee. Mensen, mag ik nog even kort, heel kort aandacht? Ja, is het altijd zo? Hallo. Of is dat nu vanwege dat hij dat is? Deze krant is mogelijk gemaakt. Nee, maar het is nooit zo druk. Is mogelijk gemaakt door vier adverteerders. Maar dat betekent dat we nog net geld hebben voor nog een krant. Volgende maand komt er weer eentje. Maar dan is het geld op. En dan gaan wij een beroep doen op jullie allemaal. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van crowdfunding. Crowdfunding is een moderne naam voor met de pet rondgaan. Daar staat, daar is alles over te lezen in nummer 2. En natuurlijk, als jullie iemand kennen die graag in deze krant wil adverteren, houden wij ons aanbevolen. En dan nu het echte historische moment om het eerste nummer gaan aanbieden aan niemand minder dan Jacques Hoeve van de Skeviskaas. Ik zat te wachten dat hij zou zeggen. Anders gaan we naar de routine. Ja, hij gaat hier. Op de nieuwe krant. Jacques, je hebt het verdiend. Jaren geleden zat ik hier met een collega van de Staatscourant in de Skeviskaas. En toen zeiden we, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan een ijsbaankrant beginnen. En Jacques was heel erg enthousiast.
en is het al die jaren gebleven. Jacques was de eerste die zei, ja, dat gaan we doen, dat is leuk. En hij was ook de eerste die een advertentie zette in de krant. Jacques, hij is helemaal voor jou. In deze partijen heb je dat wel verdiend. Dit is een krokodil. Ik wil het opnemen. Wil je niet zeggen? Oké. Dit was het. We gaan nu de krant uitdelen. Nou, geweldig. Minuut of 6? Ja.